We zijn hier bij het Mercure Hotel naast het station in Nijmegen. En ik zit hier samen aan tafel met twee bijzondere wandelaars. Want waarom doen jullie mee met de Vierdaagse? Natuurlijk omdat het een superleuk evenement is om er mee te doen. En jou? Ja, het is geweldig. Dus ieder jaar weer een feest en ook een grote uitdaging natuurlijk. Maar ja, het feest en het genieten staat wel bovenal. En waarom is dat zo'n uitdaging? Heb je zelf al eens de Vierdaagse gelopen? Ja, ik heb hem toevallig 4 keer gelopen, ja. Nou, dan denk ik dat je wel weet wat ik bedoel. Ja, de afstand. Dus, dus voor iedereen is dat eigenlijk wel een beetje anders. Maar dit is niet zo, je doet het niet zomaar. Dus ik denk of je moet goed getraind hebben of je moet ijzersterk zijn tussen je oren. Dan komt het wel goed. Ja. En voor jou, wat maakt voor jou zo'n uitdaging? Het maakt een uitdaging omdat ik niet met mijn hond loop. Ik loop normaal gesproken met een geleidehond en die loopt aan mijn linkerkant en die ga ik heel erg missen. Ja, want waarom kan hij of zij niet meelopen? Hij zal wel een klein stukje meelopen. Hij heeft natuurlijk ook meegetraind, dus ik vind dat hij het applaus meer dan verdiend heeft. Hij gaat ook met pensioen, dus ik vind dubbel applaus. Maar het is voor zijn welzijn is het natuurlijk niet verstandig om een volledige route mee te nemen met alle prikkels, alle mensen, dat is niet te doen. En ik zie dat jullie allebei een t-shirt aan hebben met wat tekst erop. En wat heeft dat nog iets te maken met waar voor jullie gaan lopen? Ja, we lopen niet enkel voor ons eigen plezier. En voor het afzien natuurlijk, dat ook een klein beetje. Maar we lopen ook voor een sponsoractie. Superleuk dat we daar via de Vierdaagse van Nijmegen voor kunnen lopen. Ik loop voor de organisatie die tevens de opvolger van mijn huidige assistentiehond gaan opleiden. Dat is stichting Vivel Hond en Assistentie. En wat doet die stichting dan precies? Ze zijn een organisatie die maatwerk bieden. Dus ze kijken echt naar de persoon en wat voor soort assistentiehond heb jij nodig. En kunnen zij daarbij van dienst zijn. Oké, en wat is precies hetgene waar jij ook de Vierdaagse voor gaat lopen? Nou, ik weet niet of het goed te zien is op mijn shirt. Maar wij hebben vorig jaar meegedaan aan een toernooi. Baseball for the Blind. Een geheel nieuwe sport. Wel afgeleid van honkbal. Maar dan voor mensen met een visuele beperking. Ik wil wel even zeggen dat ook mensen die goed zien mee kunnen doen. Alleen moeten ze dat dan wel blind spelen. En ik zit dan nog in de rolstoel. En samen met mij ook nog eentje van het team. Maar wij kunnen gewoon participeren in de groep. En dat is des te belangrijker, vind ik. Dat ook maakt niks uit of een extra beperking is. Wij kunnen gewoon in dat team meedraaien. En daar willen wij meer bekendheid voor. Want we zijn niet meer het enige team in Nederland. Er is onlangs ook een team in Ede opgestart. En wij willen het alleen maar nog meer uitbreiden, zodat we ook echt een mooie competitie kunnen spelen. En ook geld ophalen voor kampioenschappen waar wij naartoe gaan. Ja, en want met hoeveel teams zijn jullie dan nu in totaal? Ja, wij zijn nu dus met twee teams, twee clubs, zo moet ik het zeggen. En wij hebben denk ik zo'n 10 deelnemers. En de nieuwe club een handje vol. En hoeveel mensen heb je dan nodig voor in een team? Ja, minimaal 5 à 6. Wil je echt een wedstrijd kunnen spelen. En als ik zo vrij mag zijn, hoeveel geld heb je al opgehaald? Dat is niet veel op de sponsorpagina. Dus dat is een paar tientjes. Dus we hopen echt toch wel echt gewoon een paar nulletjes meer erachter. En want waar kunnen mensen doneren? Dat is op Vierdaagse sponsorloop.nl. En dan onder de naam B4B Baseball for the Blind. Ik wil zeggen, heel veel succes met het lopen. Ik zal voor jullie juichen. En ik hoop dat het goed komt en dat jullie nog veel meer geld gaan ophalen. Dankjewel. Okay. Ja, dankjewel. Okay.